Glitter maar. Weer een nieuwe aflevering van Glitter Mara. En deze keer zijn we op het feest van het 25-jarig bestaan van het evenementbureau Rien van Halen. En zometeen komen Rien en Dien aan. En het is een verrassing voor ze, dus we gaan hun eerste reactie natuurlijk gelijk even vragen. Rien en Dien, ik ga je als eerste ontzettend feliciteren. Ik wou net zeggen, dat doet toch niet zomaar, hè? Het 25-jarig bestaan. Nee, dankjewel. Natuurlijk niet. Dankjewel. En Dien ook natuurlijk, als steun en toeverlaat. Ja, dankjewel. En ik wil even, zoals dat hoort, hè, normaal gesproken op de rode loper. Je bent natuurlijk toch de artiest van Dordrecht. Paars. Hij is paars. Maar even een korte eerste reactie. Hoe is dat zo om ontvangen te worden, of tenminste eigenlijk met een limo aan te komen en ontvangen te worden als echt een ster? Ja, ik denk nou, dat is een volle bak vanavond. Want als ik het zo aan de auto zie, dan denk ik, jongen, waar komen al die mensen vanavond vandaan? Nou Rien, ik denk uit Dordrecht of zo. Jij bent toch zo goed bevriend met deze mensen? Glitter maar. Nou, als jullie het niet kunnen, doe ik het wel. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Glitter Mara. Gelukkig is onze assistent ook weer van de partij. Het entertainment heeft de deur naar de ingang inmiddels ook gevonden. En langzaam maar zeker begint Toedotse horeca een beetje in de stemming te komen. Iedereen, welkom op je eigen feestje. Je hebt het ook zelf betaald, dus ja. Nee hoor. Ik vond toch dat in dit bijzondere jaar, 25 jaar van Halen en 70 jaar Rien, binnenkort, dat we toch een klein feestje moesten houden. Ja Ron, jouw kennende en jouw bescheidenheid in acht nemend verwacht ik een heel klein peperduur feestje. Jij hoort bij Dien en jullie hebben het bedrijf ooit opgestart. En dat is een verbondenheid. En dat komt eigenlijk, het wordt eigenlijk tot expressie gebracht in de volgende act. Oh Ron, wat goed. Dit is toch typisch Rien en Dien. Ik herken ze gewoon van vroeger. Helaas is dit soort verbondenheid niet voorbehouden aan de grootste glitterprinses van onze stad. Daarom is Mara maar op zoek gegaan naar een eigen danspartner. Ik weet niet. Heb je nou een compliment aan mij gegeven dan? Jij ziet er geweldig uit. Nee, maar ja, geweldig. Maar ja, jij bent echt altijd een tijger. Kijk, Mara is mijn glittertijger. Nou, ik als tijger toch naast je sta. Vertel eens, waarom ben jij hier? Ja, lieverd, Rien die heeft natuurlijk aan de wieg gestaan van mijn presenteerwerk. Ik weet wel, toen ik Prins Carnaval af was, gelijk na een hele korte periode vroeg hij mij, Bandel was net burgemeester, om de Dag van Dordt te presenteren. En zo heb ik eigenlijk een heleboel opdrachten door Rien hier in Dordt binnengekregen. Rien ken ik al ontzettend lang. Hoe lang dan? Ja, ik denk wel langer dan 25 jaar. Oké. Okay. Ja, zeker. Ja, het is heel warm als je Rien en Dien op een gegeven moment. Ja, de tegenstelling, hè? Dien natuurlijk altijd fel, dit en dat. En Rien dan altijd, ja, komt wel. En het gemoedelijke. En dan alle twee, ja, zijn het doodeerlijke, gouden mensen. Maar ik heb begrepen dat Rien voor die 25 jaar zat in de rubber. Werkte jij daar ook dan? Ik al veel langer eigenlijk. En mijn nachtkastje ligt er nog vol van, maar het is ons gezegd. Ja. Even tussen u en mij, bij die fabriek heb ik ook gewerkt. Na een paar jaar ben ik maar weggegaan, want ik ben er volledig door arbeidsongeschikt geraakt. Oh, dat is leuk. Nee, ik vind dat jij leuke schoenen aan hebt. Dank je. Graag nog even op de schoenen, wil je even? Ja hoor, onze cameraman Fokko zal nog eventjes de schoenen in beeld nemen. Hey, maar ik ben goochelaar en in die functie word ik ingehuurd. Franklin. Ja. Darling. Hallo. Hallo. Zit jij ook in de stal van Rien van Halen? Nee. Ik ken de stal? Ga jij maar in de hooischuur? Ja, met de muziek, door de muziek. Dus ze boeken wel eens of ik haal wel eens spullen bij ze en ik drink er vaak koffie. Je kent Rien ook en zijn zoon. Dat zijn gewoon zulke grappige en aardige mensen, maar heel relaxed.
Jullie kwamen elkaar tegen, las ik, op de Mulo. Niet in de rubberfabriek. Dat klopt. Ja. En hoe? En jullie zagen elkaar, was liefde op het eerste gezicht. Nou, we zaten bij elkaar nog in de klas ook zelfs. Hè? Ik was blijven zitten, en zij niet. Wij zaten bij elkaar in de klas, in de klas en zo is het eigenlijk gebeurd. En hoe heette die school dan? Juliana school. Juliana Mulo. Ja. Oké, okay, en toen zat je daar. Mulo. Ja? Ja, precies, maar toen zat je daar in die klas, die. En toen kwam die binnen en was blijven zitten. Toen dacht je gelijk, nou, dat is hem hoor. Ja. Ik had een grote mond natuurlijk, hè? Had een grote mond in de klas. Ja. Was hij toen al een beetje een entertainer? Nee. Nou, voor de klas wel, denk ik. De onderwijzer zei op een gegeven moment tegen hem van... vuile snotneus. En toen zei hij op een gegeven moment... Ik heb nooit gezellig van je nodig gehad. Het is een grapje, Mara. Tingelingeling, lachen. Je was ook altijd wel een beetje ondernemend. Je werkte in de rubber, notabene. Wilde je wat gaan doen, je wilde naar Singapore. En toen hield het verhaal op. Dacht ik, ben je nou ooit naar Singapore gegaan of niet? Wel, ja. Op een gegeven moment, toen ik besloot om voor mezelf te beginnen... toen moest er wel brood op de plank komen. En maar waarom besluit je dan als je in de rubber zit om ook in de entertainment te gaan? Omdat dat als hobbymatig was dat te entertainen. Zeg Rien, ik weet niet of jij je doel uit het oog verloren bent, maar ik doe alles hobbymatig met rubber. Ja, kreeg je steeds meer contacten natuurlijk in dat wereldje ook. En toen dat zijn kon we... ik natuurlijk weer opvangen. Ja, en zij kon dat weer maar over... Maar niet de rubber. Hey Rini, ik had die heupjes van jou wel wat losser verwacht eigenlijk. Ja, ik ben niet een van de jongsten hoor. En ik ben aan het werk namelijk. Ja, ja? Ja, dan wordt het allemaal stroever, hè. Dus ja, maar de foto's zijn nog steeds scherp. En daar gaat het om, hè. Je wil niet weten wat er in mijn kamer allemaal gebeurd is. Ja, maar... Nou, jawel hoor. Wat dan? Tuurlijk wil Mara dat weten. Op een oude fiets moet je het leren. Ook op te schilderen gewoon, hoor. Olievaten te schilderen. Voor bepaalde shows of zo? Nou ja, voor de tropische aankleding. Ja, ik kan nog steeds op een gegeven moment brandplekken in de vloer van... Rien, alsjeblieft. Van dit is RTV Dordrecht. We willen geen verhoogd aantal hartaanvallen op het eiland veroorzaken. Als je niet opvalt, dan. Als je kop niet boven het maaiveld uitzet, ja, dan word je niks. Nee. Ja? En destijds vond ik het ook leuk als ik kon spieken, feestjes aan elkaar kon praten. Ja. En op die manier, heel veel deden we dat. Daar leeft Mara nu ook van. Nou, eigenlijk klets Mara heel veel. En ik, uw gezellige voice-over, maak er een goed te verteren verhaaltje van. En wat is nou het grootste verschil met Ron? Want die doet het weer op een hele andere manier. Wat is het grootste verschil? Het is tegenwoordig heel anders. De jeugd is gewoon anders. Maar wat dan? Kijk, nou, dat kan ik je zeggen. Ik denk dat ik daar wel iets op kan zeggen. Ron die legt zich meer toe op grotere evenementen. Kijk, wij zijn begonnen met een kinderspelletje te verhuren. En een luchtkussentje. En die hebben we nog steeds hoor. Maar op een heel andere manier als dat Ron eigenlijk zijn ideeën kwijt wil. Hij wil evenementen, grootschalig. Evenementen, ja. Nou ja, goed. En, dat is het grote verschil. Dat is het grote verschil eigenlijk. Maar zijn jullie trots? Ja, dat is maar goed ook, Rien. Nou, zo groot uitgepakt te hebben, kan je toch niet anders. Jeetje, we zien al 7 minuten lang glitter Mara en ga er maar even voor zitten. Want de eerste glitters van het seizoen komen eindelijk op de buis. Zeg, wie steelt er nou meer de show? Jij of je hoofdtelefoon? Beide, denk ik. We versterken elkaar. Oké. Maar is het nou zo'n goedkoop dingetje of... Nee, het was een rip uit mijn life. Nee, zo'n echte Swarovski. Zodra ik dat ding op mijn hoofd heb, ga ik smilen. En waar kost zo'n ding dan eigenlijk? Ja, niet om te patsen, maar special made Swarovski, €3000. Ka-ching, eigenlijk ben ik dat ook wel waard. Oh, en nog meer glitters. Vanavond ook een heel speciaal feest. Ron was er echt al heel lang mee bezig. Die heeft me heel lang geleden al gezegd, zet een kruis in je agenda. Want je moet erbij zijn. Jij moet aan het eind van de avond de klapper van de avond zijn. Want je hoort bij ons gevoel. Dus ja, dat is wel een eer. Ja.
Ja, ik ken met name Ron van Halen redelijk goed, kan ik wel zeggen. En hoe ken je hem dan, sorry? Nou ja, ze hebben mij een keer geboekt voor een optreden, jaren geleden. En dat was zo'n groot succes eigenlijk, dat ze fan zijn geworden. Ze boeken mij nu heel veel op feesten. En ook via hun kom ik dan ook weer op andere feesten terecht. Want zij zijn natuurlijk ook een boekingskantoor. Zij boeken veel feesten. Maar nu is het wel zo dat als ik bijvoorbeeld een hoofdrol speel in een musical, dan komen ze ook wel kijken. Dus dat is toch wel bijzonder, toch? Nou, anti-monteren. De volgende keer kom ik ook kijken. Eerste rij. Dat jij hele mooie glitterschoenen aan had. En ik hou heel erg van glitters. Waren het echt de Swarovski-kristallen? Nou nee hoor, die heb ik gewoon in Londen gekocht. Het zijn geloof ik de goedkoopste schoenen die ik heb. Oh, echt waar? Tussen al mijn Le Boutins en zo. Oh, echt waar? Maar ze zijn wel leuk voor de show, hè? Ja, natuurlijk. Ja, een echte rode loper persoon heeft wel dat soort leuke schoenen. Maar ik kan je vertellen dat je kunt beter goedkope schoenen van de Zara hebben. Wordt ineens een heel raar interview over kleding. Maar hoe goedkoper, hoe lekker ze zitten, gek genoeg. Ja, maar, ze zitten ook lekker. Ja, we hebben laatst op de site een foto geplaatst van de schoenen. Van bij wie horen deze schoenen? En dan konden ze iets winnen. En er waren wel een aantal mensen die echt geraden hadden. Die zeiden, die moeten van Antje zijn. Want ik sta er wel onbekend dat ik altijd mega hoge hakken draag. Deze ook, die je nu aan. Ja, dat waren deze schoenen, ja. Ja. Hoe zat dat nou met die DJ? Ja, je valt echt in het niet. Die 3000 euro, hè? Met 3000 euro. En ze hebben er 8. Dus hoeveel was het ook weer? Als je naar Antwerpen gaat, kan je ze ook voor 30 euro kopen. Dus ik geloof er helemaal niets. Volgens mij nept ze op. Dat kan Anti toch gruwelijk jaloers zijn. Hoeveel kost een feestje nou? Nou, dat ga ik maar niet vertellen. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik heb... Je mag trots zijn. Ik mag heel erg trots zijn en ik mag dankbaar zijn voor de leveranciers die ons, ja, grotendeels, laten we maar zeggen, hebben gesponsord. En laten we maar zeggen, op die manier hun steen hebben bijgedragen. Want als het echt het volle pond betaald zou moeten worden, dan hadden we hier ook niet gestaan. Nee, maar wethouder Van Halen, even nu gewoon met harde cijfers. Ja, ik denk dat ik wil het best wel vertellen aan de ene kant. En aan de andere kant denk ik van ja, is ook maar weer. Laten we het dan iets anders zeggen. Hoeveel mensen in Afrika zouden er blijven worden? Heel veel. Ik wil even afsluiten met de volgende vraag. Luister. Nee, helemaal niet. Maar je hebt je ouders gezien, Dien en Rien. Fantastische mensen, hartstikke leuk. Daar ben je uit voortgekomen. Je hebt het vak van je vader geleerd, denk ik. Wat is nou de beste eigenschap van je ouders? De beste eigenschap van mijn ouders. Die jij misschien wel hebt meegekregen ook en die je toepast. Nou, ik denk op een gegeven moment dat je altijd moet proberen een probleem op te lossen en het schip in het midden te houden. Nou Ron, wij houden de boot wel af. Dan kan jij even je eigen koers proberen. Was leuk? Ja, tevreden. Helemaal goed. Een groot feestje geworden uiteindelijk, toch? Veel tijd ingestopt en het was een succes. Heel veel tijd ingestoken, klopt inderdaad. Ja. Vorig jaar begonnen met alle voorbereidingen en ja, steeds verder kwam het moment suprem, zullen we maar zeggen. Dus, en dat zit er nu op. Dat gaan we afsluiten. Ik vond het fantastisch. Dankjewel voor dit leuke feest. Nou, helemaal goed. Tot gauw. Volgende week zijn we weer met een koersvaste en rubbervrije aflevering van Glitter Mara. Glitter Mara.